Goedemiddag. Vandaag zaterdag 9 mei is het Nationale Molendag en Landelijke Fietsdag. En natuurlijk moet daar in West-Friesland ook wat van gemerkt worden, want ja, hier wordt ook gefietst en hier staan ook molens, zoals hier achter mij in Oosterblokker. Nou, één conclusie hebben wij inmiddels al kunnen trekken. De Nationale Molendag en de Landelijke Fietsdag hebben hier in West-Friesland niets met elkaar te maken, behalve dat je er een keertje toevallig langs fietst. Zo, eens kijken of we nog iemand kunnen aanhouden. Hallo, wilt u even stoppen? Nou, dat hoeft niet, maar het mag wel. Ik wou graag een vraagje stellen. We komen nogal wat fietsers tegen, hè? Die doen mee aan de Landelijke Fietstocht. Is het bij jullie toevallig ook zo? Dat is wel mooi meegenomen. Ja, ja. En u komt uit West-Friesland? Ja. Heeft u nou tijdens deze fietstocht nieuwe dingen ontdekt waarvan u eigenlijk nooit had geweten van, goh, zo zit Friesland in elkaar? Nou, nee, want ik woon hier al jaren. Nou, ik wel, want ja? Dat natuurgebied daarachter, Nieuwkerkswoude, daar was ik nog nooit geweest. Dus dat, ja, dat vond ik echt leuk. En is het nou speciaal omdat het nou toevallig die fietstocht er is, dat u dat ontdekt? Of had u er misschien een andere keer met de auto dan speciaal rond gaan rijden en zoeken? We zijn van de zomer beginnen te fietsen. Van het voorjaar eigenlijk. En daarvoor heeft u nooit gefietst? Ja, we fietsten wel, maar niet zo intensief. Zijn jullie nog langs andere open molens gekomen waar je in komt? Want de route ligt er niet lang. We wou ons zoveel mogelijk aan de route. Maar er is geen één molen waar jullie in konden eventjes? Nee, nog niet. Ja, en hier op de Noorderdracht zien we nog veel meer fietsers aankomen. Dus hoewel er wat weinig molens zijn, zijn er in ieder geval een hoop fietsers. En die mevrouw met die kaart, misschien wilt u even stoppen. Kunt u een vraag beantwoorden, mevrouw? Of het hele groepje stopt, dat mag natuurlijk ook. Wij zijn zo eens langs de route van de Landelijke Fietsdag aan het kijken. Ja. U fietst hier ook, neem ik aan? Ja. Hoeveel kilometer moet u nog? Vijf. Vijf, denk ik. Dat horen. Dat komt uit West-Friesland. Ja. De molens, heeft u daar nog wat van gezien? Want het is ook vandaag Nationale Molendag. Kijk, nu wordt het leuk, nu wordt het gezellig. Twee? Ja, dit is de tweede langs de route. Ja. En weet u wat er op uw medaille komt te staan? Geen idee. En waarvoor fietst u eigenlijk? Vindt u dat, doet u dat om wat gezonder te worden of omdat u het gewoon gezellig en mooi vindt? Leuk is, gezellig en leuk. Ja, ja. En jij? Waarom fiets jij mee? Een heel mooi mandje trouwens. Omdat ik het leuk vind. Fietsen omdat het leuk is. En op andere plekken molens kijken omdat het leuk is. Misschien dat er nog eens in een molen gestempeld kan worden, omdat samenwerking ook leuk is.